Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik nog een componist uit onze Suripop componistenreeks in de studio te gast om ons te vertellen over zijn compositie, Lobby Namamwortu. Gino Amersik is mijn gast vandaag. Gino, Crazy, hoe moet ik je noemen? Ben je een Crazy G al ontgroeid als artiestennaam? Of, nog niet. Nog niet. Oké, dus mag je gewoon Crazy G. Ja, oké. Goed. Gefeliciteerd dat je in de finale van Suripop bent. Wat is jouw Suripop geschiedenis? Sowieso het nummer, het trofee. Ja. Dat is dus ontworpen door mijn vader. Ik wist het zelf niet hoor. Wanneer ben je hierachter gekomen? Ik was een keertje bij mijn vader thuis. Hij was bezig in zijn atelier. Mijn vader is kunstenaar. Dus hij was bezig te tekenen of zo. En ik ga vaak daar kletsen over de vloer. Dus ik ben tussen zijn boeken gaan snuffelen. En ik zag een plat dingetje zo. Ik dacht van, hé, wat is dit? Heb ik het eruit getrokken? Zag ik een grammofoonplaat? Heb ik het omgekeerd? Ben ik de credits gaan lezen? En aan de onderkant zag ik Trophy Design Steve Amersien. En ik schrok. En ik heb hem gelijk gevraagd van, ja, maar waarom weet ik dit niet? Hij zei van, ja, waarom moet ik het aan de grote klok hangen? Mijn vader is een beetje bescheiden, maar ik dacht van, dit is voor mij een reden om mee te doen. Hoe lang geleden was dit gebeurd? Volgens mij vorig, of 2 jaar terug. Niet zo lang terug. Dus je wist het al die tijd, dus je niet? Nee. Wat erg, oké. Een beetje meer gaan bemoeien met je vader. En dat heeft jou getriggerd als ze zeiden van, oké, wacht even, als mijn vader bij het ontwerp betrokken was, dan moet ik ook iets gaan betekenen met Suripop. Wat vond je van Suripop daarvoor? Ik ben met Suripop opgegroeid. Ja, dat toch wel. En, wel een gevoel erbij gehad dus. Juist, het is nostalgisch. Ja. Het is voor mij nostalgisch. De was je vader een extra grote fan? Van Suripop? Ja. Dat zou ik niet weten. Dat weet je niet, oké. Mm-hmm. Ja, okay. Maar ik ben wel een fan van Suripop geweest. Ik heb nummers die me echt altijd hebben geïnspireerd. Noem worden, één. Zoals Toru Namise, nog niet dat liedje zo? Nee, dat niet zo. Iedereen kent het, ja toch? En Akuchin Tapadamu. Ja. Dat zijn nummers die me altijd zijn bijgebleven. En weet je, Suripop is voor mij het hoogste platform, of het grootste platform qua muziek hier in Suriname. Dus ik dacht van, hey, het is mooi om ook een keertje deel te mogen uitmaken van. Jij hebt een rijke muzikale achtergrond, maar het is in de rappen. Nee. Niet alleen rap. Niet alleen rap. Mijn grootvader die heeft dus gespeeld in verschillende bands. Mijn grootvader speelde country muziek. Mm-hmm. En mijn grootvader heette Ramon Saldi. Mm-hmm. En hij bespeelde de Hawaiian gitaar. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk de reden waarom mijn nummer, Lobby Nawa Wortu. Ja. Mm-hmm. Dat is de reden waarom ik de gitaar als main instrument heb gebruikt in mijn arrangement. Okay. Maar waarom is Lobby een wortel en geen fieri? Ik zeg niet dat het een woord is. Mm-hmm. Het is soms, toch? Het is hoe jij liefde ervaart. Voor iedereen is liefde anders. Iedereen ervaart liefde anders. Omdat liefde is een veelomvattend begrip. Het gaat veel verder dan we denken. Toch? Liefde is eigenlijk leven. Alles om ons heen. Ook de negatieve dingen zijn liefde. Want het is eigenlijk een balans, kan je zeggen. Ja, soms vraag je je af van, boy, maar wat is het precies? Is het een gedachte? Is het een emotie? Of is het gewoon een woord? Sommige mensen zeggen gewoon tegen je van, ja, ik hou van je, maar ze menen het niet. Dan is dat gewoon een woord. Omdat het geen betekenis heeft. Dus liefde is een woord waar jij betekenis aan geeft. En hoe vul je dat in? Ja. Dat is eigenlijk je oproep met je nummer. Ja. In ieder geval met je titel. Ja. Oké. Okay. Marouf zingt jouw nummer. Ja. Had jij Marouf in mind toen je bezig was met het samenstellen of het bouwen aan jouw nummer? Dus ik had sowieso iemand in mind met een warme stem. Mm-hmm. Een warme Bon Jovi-achtige stem. Mm-hmm. En ik heb ook een paar andere zangers geprobeerd, maar Marouf kwam het dichtst bij. Ja, ja. Oké. Okay. Maar heb je, toen je bezig was te schrijven, je had een warme stem, dus het karakter van de stem was al bekend bij jou, maar je had niemand in mind waarvan je zei van, ik wil dat niet. Marouf is later in mijn gedachten gekomen van, wacht. Omdat ik ook een beetje naar oude nummers ben gaan luisteren en ik dacht van, hey, dit moet ik hebben en... Toen kwam Marouf in mijn mind. Ja. Ben je tevreden over hoe je nummer is uitgepakt? Ja. Ik heb heel veel moeten, hoe zeg je dat,
Kijk, het is Marouf heeft zijn eigen stijl. Ja. En ik heb, of wij, Ernesto en ik, wij hebben Marouf uit zijn comfortzone moeten halen. En het is ons aardig gelukt. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, maar het is ook goed, want het pusht meer talent. Ja, niet het alleen maar meer, jouw talent, ja, maar ook ander talent. Ja, ja, precies. Ja. Inderdaad. Oké, heeft corona, de tijd dat je in principe, wat we met z'n allen thuis zaten, dat we moesten wachten totdat we weer mochten, invloed gehad op de manier waarop jij jouw nummer hebt geproduceerd of hebt laten produceren? Het nummer of de video? Eigenlijk het nummer. Het nummer. Heeft de corona effect gehad op hoe je je nummer hebt ervaren en hebt gezien? Nee, het heeft niet echt, op het nummer heeft corona niet echt invloed gehad. Nee, sommige mensen hebben verteld dat ze inderdaad zijn gaan ja. nadenken en daardoor zijn gaan veranderen. Maar ja. dat is dus niet bij jou Bij mij gebeurd. niet, omdat Nee. dit nummer had ik lang voor Suripop af. Oké. Okay. Ja, dit nummer is geïnspireerd door eigenlijk het gemis van mijn grootmoeder. Op een gegeven moment, op een bepaald moment in mijn leven, had ik een heleboel tegenslagen en een ochtend stond ik op, ik was helemaal kapot. En het was een mooie dag. Het was echt een mooie dag. De zon scheen, de lucht was blauw, ik deed mijn ramen open en er kwam een koele bries naar binnen. En er kwam een bepaalde geur. Een bekende geur en dat was eigenlijk de geur die mijn oma had toen ze in haar sterfbed lag. Mijn oma is gestorven aan kanker en dat was de geur. En toen ik dat rook, in die hele bui zo, moest ik even tranen. En ik ging op de vloer zitten. Toevallig was mijn pen en papier, want ik schrijf niet op mijn telefoon. Ik schrijf nog steeds op papier. Dat is gewoon die connectie is voor mij prettiger. En de woorden schoten me gewoon te binnen. Gewoon op dat moment. Echt, like, weet je toch, de wind. Garden bar adjosi. Want op een gegeven moment toen ik aan het schrijven was, was het plotseling windstil. Dus nadat ik die gordijnen zo zag bewegen. Mm-hmm. En dat was voor mij het teken dat ze weer ging. Mm-hmm. Dus alsof ze me wilde dat zeggen van, hey, weet je, ik ben er voor je. Je voelt je zo, maar je hoeft je niet zo te voelen, want je bent niet alleen. Heel mooi. Oké. Okay. Ja. De clip is natuurlijk een week geleden gelanceerd. Ja. Er zijn reacties gekomen. Ik heb het idee dat de meeste mensen die me aanspreken zeggen dat ze die clip echt fantastisch vinden. Hoe ervaar jij de reacties op jouw clip? Ja, dus hetzelfde. Mensen zijn, ze vragen me af van, maar zijn die objecten die zweven, zijn het echte dingen? Ik zeg, ja, het zijn echte dingen, het zijn geen foto's. En ja, dus de mensen reageren heel erg positief erop. Je bent wel erop. Ver gegaan en, met de techniek in jouw clip. Ja, ja. Ik wilde een blijvende indruk maken. En ik weet, Suripop is iets dat generaties op generaties verder gaat, weet je. Dus ik wilde iets goeds neerzetten, iets apart, iets artistiek. Ik kom uit een artistieke familie, dus het is me gelukt. Het is wel gelukt. Ja. En jij bent blij met de reacties. Ja, hebben de reacties helemaal, gewenste helemaal. Effect gehad? Helemaal, want het was ook de bedoeling om mensen eigenlijk te pakken met dat verhaal. Hè? Mm-hmm. Want dat verhaal gaat over een artistieke koppel. Ze zijn heel erg gepassioneerd in hetgeen ze doen en dat is schilderen. En op een gegeven moment kregen ze ruzie. Dus ik wilde mensen laten denken dat er geweld aan te pas zou komen. Maar ik heb dus een plot twist eraan gegeven. Ja, ja. Oké, heel mooi. Uiteindelijk? En daarvan hebben ze ook, ze waren daarvan ook echt verrast. Okay. Uiteindelijk gaat jouw clip toch over liefde? Ja. 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 Liefde overwint alles uiteindelijk. Dus liefde in jouw nummer is niet zo een woord toe. Nee. Het is onvoorwaardelijk. Ja. Oké, ik heb deze vraag aan iedereen gesteld. Hoe bereid jij je voor naar 3 december? Ik leef in het moment. Mm-hmm. Ik zie alles voor me. Ik weet niet. Ik zie mezelf daar staan. Ik hoor de mensen. Ik hoor de reacties. Ik hoor lawaai om me heen. Ik hoor het orkest. Ik voel alles al, eigenlijk. Ik ben al daar. Ja. Ik ben al daar. Oké. Ja. Oké. Maakt dat je rustiger of juist zenuwachtiger?
Het maakt me explosief, om het zo uit te drukken. Kijk, ik ben artiest en kort voor elk optreden heb ik een soort adrenaline rush. Ik weet niet of het zenuwachtigheid is, maar als ik eenmaal daar ben, is het boom. Het is echt een explosie. Ja. En precies zo voel ik me, alsof ik moet optreden. Maar kijk, maar op die avond mag je niks doen. Nee, hè? Ik mag niks je doen. Je zit en je kijkt en je luistert, je geniet. Je, weet je, neemt, je take erin. Juist. Maar je mag niks doen. Nee, je treedt niet zelf op, je mag niet naar achter naar je artiest. Het is echt jouw moment dat je zegt van, hé, voorste rij, je shined. Ja. Dat is het daar, maar je komt niet in actie. Nee, nee. Pas als je hebt gewonnen. Pas als ik heb gewonnen, ja. Dus ja, ik probeer me op alles zo'n beetje voor te bereiden, weet toch. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik kan wel alles verwachten. Ja. Ik kan wel alles verwachten. En als ik dat in mind heb, dan denk ik wel dat ik die rust kan behouden, ja. Oké, dat is belangrijk voor jou, rust? Rust is heel belangrijk. Want of juist zeggen van, je enthousiasme, dus je, weet je, je moet het weet je, kijk, in je enthousiasme, kan je soms steken laten vallen. Rust is de basis. Niks gaat vooruit zonder rust, omdat rust het beginpunt is. Mm-hmm. Zelfs in de natuurkunde leert men je, elk begin, het begin van een beweging is vanuit stilstand. Rust. Vanuit de nulpositie, en dat is rust. Oké. Okay. Ja, nou ja, er is geen rust geweest in de afgelopen weken en maanden. Ja, dus maar die je moet je het toch wel rustmoment inbouwen. Ga je nemen op 3 ja, december, ja. Maar daarvoor was het niet rustig. Ja. Oké, okay, Chrissy, Lobina Wawortu is het nummer waarop, waarmee jij, zeg maar, de vertolker gaat of hebt geprepareerd om op de planken in Nis te staan. Mm-hmm. Met een goed gevoel ga je er sowieso, aan. Sowieso. Ja. Ik ben, okay. Eerste keer Suripop, 2024. Keer, doe je weer mee? Ben je nu al geïnspireerd of zeg je van, nou, laat me eerst het resultaat afwachten? Ik ben een momentpersoon. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Dus we gaan het, even dus afwachten. Het gaat van het moment afhangen. Heel erg veel succes toegewenst. Geniet van dank elk wel, moment dit. Tot en met 3 december. En we gaan het resultaat merken. Lobina Wawortu. Sowieso, Chrissy, dankjewel. Ook bedankt. Daarvoor. En we gaan het zien op 3 december. Yes. Oké. Okay. Wij gaan het zien op 3 december. Hopelijk u ook. Marouf Amatstam, die presenteert het nummer van Gino Amersing, Lobina Wawortu. Hopelijk bent u ook in Nis om het live te aanschouwen. Want zoals het in Nis daar op de planken gebracht zal worden, zal u niet vaak meemaken daarna. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende aflevering van Q-Time. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.